Hey, dag Bjorn, proficiat met je overwinning. Dankjewel, dankjewel. Ja, je bent eigenlijk al een habitué in overwinningen. Ja, zo ondertussen wel hier op het podium. Hoe komt dat eigenlijk? Geen idee, ik word gewoon goed getraind door mijn coaches en ik blijf er nog elk jaar gewoon plezier in hebben om zowel achter de schermen als voor de schermen mee te doen. Dat is toch wel lekker meegenomen, hè? Tuurlijk, absoluut, absoluut. Wat ging er door je heen, tja, opnieuw Bjorn? Ja, wat gaat er op dat ogenblik door je heen? Eigenlijk hetzelfde zoals de vorige keer. Je beseft het gewoon niet. Laat ik het zo zeggen, op het ogenblik dat je naam hoort achter de schermen, op dat ogenblik valt alles van je af en dan ben je alleen maar blij. Ja, dus, ja, natuurlijk, natuurlijk wel. Dus de rest van de avond is het gewoon alleen maar er naartoe leven, naar dat ene moment. Wat betekent dat nu voor jou, voor de volgende dagen en volgende weken? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Eerst morgen uitslapen, dan vliegtuig pakken naar Bratislava. En dan zien we wel waar het schip strandt. Wat ga je aan Bratislava doen? Daar zit ik een paar dagen voor een training van mijn werk. Dus ik kom woensdagavond op de trainingsdag, kom ik weer terug. En dan gaan we verder kijken wat er precies op het misschien kan je daar ook een verkiezing mee pakken. Wie weet, als ze daar gehouden worden. Ja, oké, okay. Waar denk je binnen 5 jaar of zo te staan? Nou ja, ik hoop binnen 5 jaar ook een internationale verkiezing gelopen te hebben. Zeker voor heren boven de 30 is het lastiger, omdat er internationaal vrij weinig is. Kijk, voor dames en ladies en misses is het wat makkelijker om internationaal door te breken, maar voor heren... Ja, doe je iets speciaals voor je lijf in shape te houden? Ja, gewoon normaal gezond eten, gezond leven en niet te veel feest vieren. Oké, okay, maar dus vanavond profiteer er maar van. Absoluut. En geniet zeker van je titel. Jazeker, dankjewel, dankjewel. Okay, super.